Yo, ik ben Klaas. Mijn leven is niet makkelijk. Ik ben opgegroeid in een thuissituatie waar iedereen in angst leeft, bang om thuis te komen. Telkens lees ik pijn af op mama's gezicht, elke dag opnieuw. Papa kiest voor de harde hand, maar ik noem het liever de harde vuist. Maar mijn zus, mama en ik slaan er ons wel doorheen. Door de situatie thuis heb ik geen motivatie meer voor andere dingen zoals school. Ik stopte met school en kreeg een kans om als leerjongen aan de slag te gaan. Dat mislukte. Ik zou zo graag zelfstandig gaan wonen zodat ik mijn eigen leven kan leiden. Door alle tegenslagen in mijn verleden zocht ik een uitweg. Nachten en soms dagen in de roes van alcohol en drugs. Omdat ik geld nodig had om mijn schulden van mijn auto af te betalen, werd die roes mijn bijverdiensten. Tot ik op een dag betrapt werd door de politie. Mijn trajectbegeleider zit sindsdien met de handen in het haar en vroeg: wil je wel hulp? Eerlijk, ik weet het niet. Wat ik wel wil, is zijn wie ik ben. Iemand die verliefd is en bij iemand wil zijn. Dat kan helaas niet. Trots en vriendschap staan in de weg. Want hoe vertel ik mijn vrienden dat ik mijn hart verloren heb aan een jongen? Een zwarte jongen dan nog wel. Ze zouden me zo in de steek laten. Dan zou ik niets meer hebben, ze zouden nogal lachen. Dus ik zwijg en volg, zoals altijd. Mijn enige echte vriend is mijn piano. Ik volg de klassieke muziek, maar ben gestopt omdat dit te veel kost. En mijn vrienden vonden het ook maar niets. Zowel mijn vrienden als ik hebben geen werk. Ik klopte aan bij de VDAB, maar deze lijkt me niet te helpen. Maar ja, dat is niet zo abnormaal. Zo zonder middelbaar diploma, dus gok ik maar voor mijn inkomen. Maar ik ben geen natuurtalent, dus soms loopt het spel mis en verlies ik al mijn geld. Wanneer gaat er in hemelsnaam iemand mijn talenten inzien? Ben ik dan niet meer dan een hoopje schulden en arrogantie?